Nou ja, eigenlijk zou je wel kunnen zeggen dat het een beetje uit de hand aan het lopen is, ja. Hallo Ivar. Hallo Fonda. We zijn bij het Galjoen. Wat doen we hier? Wij zijn hier inderdaad bij het Galjoen. Hier op het Galjoen hebben we elke zaterdagochtend de Transvaal Universiteit, de weekend vol. Goedemorgen. Vandaag is het weer tijd voor de Transvaal Universiteit. Fijn dat jullie er weer zijn. Ik zie dat Elif en Hadia er vandaag ook bij zijn. Hadia en Elif, die komen jullie iets vertellen over het VO. Nou, eigenlijk is mijn politieke carrière hier op deze school begonnen. In 2008 ben ik me gaan bemoeien met het beleid hier op school. Iets later werd ik voorzitter van de medezeggenschapsraad. En ben ik de wethouder gaan aanschrijven. Omdat ik het niet helemaal eens was of eigenlijk niet helemaal begreep hoe het beleid in elkaar zat met betrekking tot bijvoorbeeld krachtwijken. En nu een aantal jaar verder ben ik gemeenteraadslid. Heb ik onderwijs ook in mijn portefeuille. Maar coördineer ik daarnaast ook de weekendschool, de Transvaal Universiteit. En op de Transvaal Universiteit komen kinderen die iets meer uitdaging nodig hebben. En ik vind het hartstikke leuk om dat te faciliteren. En waarom is dat zo belangrijk voor die kinderen? Niet alle ouders gaan met kinderen in het weekend naar een museum. Niet alle kinderen komen bijvoorbeeld in een theater. En door deze kinderen op zaterdag in aanraking te laten komen met thema's die soms actueel zijn, maar soms best ver van hun eigen leefwereld valt, heb ik gemerkt dat deze kinderen daar ontzettend van gegroeid zijn. Je bent heel actief in het eigenlijk maatschappelijk middenveld. Je staat met je voeten in de modder, zoals we dat dan noemen. Je doet ook nog andere dingen daarnaast. Leg even uit. Nou, ik ben een aantal jaar geleden heb ik buurtmoeders Transvaal opgericht samen met een aantal moeders hier in de wijk. Wij zijn toen eigenlijk zelf aan de slag gegaan met bepaalde activiteiten te organiseren, bepaalde actuele onderwerpen aan te kaarten. Zo hebben wij bijvoorbeeld één keer in de zoveel tijd een wijkagent uitgenodigd die dan kennis maakt met moeders en die dan weet waar ze tegenaan lopen hier in de wijk. En zo tackelen we eigenlijk ontzettend veel onderwerpen aan die soms met moeders ook wel... het is gewoon belangrijk om ook die moeders te bereiken. En dat hebben wij een paar jaar geleden voor elkaar gekregen. En de buurtmoeders Transvaal zijn nu eigenlijk een gesprekspartner in de wijk. Deze ervaringen neem ik mee in mijn politieke carrière. Ik weet waar, hoe het gaat in bepaalde wijken. Het gaat niet overal even goed. En tuurlijk doen we ons best natuurlijk als gemeente om zoveel mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Maar soms loop je ook tegen bepaalde dingen aan wat je van tevoren niet kan weten. Tenzij je daar door de school loopt of tenzij je die ouders hoort of tenzij je met die kinderen praat. En ja, die ervaringen die mag ik allemaal meenemen.